Mijn naam is Sahar Meraji. In mijn documentaire Verloren Kinderen ben ik maandenlang in de stormachtige levens van drie probleemgezinnen gestapt. Als het weer mijn rondleiding geeft in het huis. Ik ben boven wel druk bezig met opruimen, dus het is een beetje balstok springen nu. Ik heb de wanhoop en de pijn gevoeld. Alles en wat ik nu gedaan heb, ik heb gewoon een puinhoop van gemaakt. En van dichtbij gezien hoe het ondanks een leger aan hulpverleners steeds weer blijft misgaan. Zij komt en er moeten weer 80.000 instanties komen. Vol met vragen ga ik nu op zoek naar de andere kant van het verhaal. Dan kom je binnen en dan denk je, waar moet ik beginnen? Want er speelt zo verschrikkelijk veel. Aan de hand van ingrijpende scènes ga ik in gesprek met vier hulpverleners die op dagelijkse basis met probleemgezinnen werken. Er gebeurt hier zoveel, hè? Ja. Waarom is het zo moeilijk om deze gezinnen te helpen? Voordat een hulpverlener aan de gang is, is al 1/3 van het budget weg. Hebben zij een oplossing? Of is de toekomst van deze gezinnen per definitie verloren? Tijdens het volgen van de gezinnen heb ik gezien hoe de komst van hulpverlening voor stress kan zorgen. Zeker als er sprake is van een dreigende uithuisplaatsing. In deze aflevering wil ik dieper ingaan op deze maatregel. Wanneer wordt een kind uit huis geplaatst? En wat kan jeugdzorg doen om zo'n heftige ingreep te voorkomen? Ik ga hierover als eerst in gesprek met psychotherapeut Sabrine, die in haar werk lange tijd verantwoordelijk was voor de beoordeling van uithuisplaatsingen. Wat we weten uit de klinische praktijk is dat het vaak helemaal niet per se helpt om kinderen weg te halen bij ouders, om ze uit huis te plaatsen. Maar er zijn natuurlijk situaties waarin we concreet weten dat er bijvoorbeeld sprake is van misbruik, waarin je niet anders kan dan zeggen, in ieder geval tijdelijk, moeten we het kind in veiligheid brengen. Dat is denk ik het grootste dilemma. Dat blijft, denk ik, altijd een zoektocht. Maar wat mij betreft moeten we streven naar dat alle kinderen bij hun ouders kunnen blijven. En dat we dat ze in hun eigen gezin kunnen opgroeien. Omdat met eruit halen beschadig je ook. Heb je daar wel eens over ingezeten? Dat je gewoon wakker lag en dacht, wat moet ik doen? Zeker, tuurlijk, ja. Dat je besluiten neemt, dat je denkt, oh, wat ik ook kies, het is allebei niet wat ik wil. Ik kan me heel goed voorstellen dat het een duivels dilemma is. Zeker omdat er zoveel op het spel staat. Daar weet oud-sociaalwerker Marcel ook alles van. Heb je daar moeilijke keuzes moeten maken in je carrière? Ja, regelmatig. En ook wel keuzes moeten maken waarvan je achteraf denkt van, was dat nou wel de juiste? En heb ik hier nou goed aan gedaan? Want ja, zorgmelding doen bijvoorbeeld, ik noem maar even iets om daar even op in te haken. Precies in? Dat je dus een melding doet bij Veilig Thuis van oké, ik maak me zorgen over dit gezin. Ja, en dat betekent ook niet, dat is ook niet altijd meteen een oplossing. Want dat zou dan betekenen dat er een onderzoek plaatsvindt, of dat iemand van die organisatie zich gaat verdiepen in van, is de veiligheid van het kind echt in geding? En moeten wij hier ingrijpen? Moet er een onder toezichtstelling komen? Of moet een kind uit huis geplaatst worden? Ja, dat zijn ook niet altijd zomaar de oplossingen. Dus ja, maar je hebt ook een verantwoordelijkheid. Ik snap dat het bij zowel Marcel als Sabrine zwaar weegt. Ik heb zelf bij het gezin van Marjolein en Ronald gezien wat een dreigende uithuisplaatsing voor stress kan veroorzaken. Zo ook als de kinderbescherming voor de deur staat. Van de Raad voor de Kinderbescherming. We weten alle twee goed dat ze niet onaangekondigd bij mij aan de deur moeten komen. Want wat dat voor mij schadelijk en beschadigend is. Ik voel me zo verschrikkelijk bedreigd. Dat is volledig terecht. Waarom wilde je naar dit fragment kijken? Nou ja, dit is dus ook
wat langdurige stress bijvoorbeeld bij mensen veroorzaakt. Hè? En dat zie je dus bij heel veel mensen of heel veel gezinnen waar ernstige problemen spelen, zie je dat terug. Het staat een beetje symbool bijna, deze hele scène, voor hoe afgesplitst deze mensen zich voelen van de samenleving. En ik vind het wel heel schokkend om te zien dat het tot nu toe in ieder geval, zo lijkt het in ieder geval, niet gelukt is. Dat daar toch nog iemand is vanuit het systeem in hun ogen of vanuit de hulpverlening die toch op de een of andere manier nog contact heeft. Dus dat primair de aandacht gaat naar de veiligheid van de kinderen. Maar dat het lijntje met deze ouders er gewoon helemaal niet meer is. Dus er is gewoon een volledige afsplitsing heeft hier plaatsgevonden. De hulpverlening richt zich volgens Marcel hier dus primair op de veiligheid van het kind in plaats van het hele gezin. In hoeverre is die aanpak helpend? Soms wordt er voor mensen bepaald vanuit het systeem, wij grijpen nu in. Ja. In hoeverre is het in jouw ervaring altijd het juiste ingrijpen? Ja, en mijn handen gaan echt jeuken, omdat wij als systeem het zogenaamd elke keer voor het kind willen opnemen. Kind centraal, nee, gezin centraal, context centraal. Maar zelfs de wet is daar nog te veel op ingericht, op kind centraal. En het gevaar daarvan is dat we dus alles trekken naar opvoeding. Nou, als een opvoedingsvraagstuk. Tot veel breder is. Het gaat over een hele sociale context. Hadden deze mensen niet een andere huurwoning moeten krijgen? Snap je, het raakt veel meer vlakken. En het enige wat wij ongeveer kunnen met dwang is ons richten op opvoeding. En dus inderdaad dat punt van, zijn dit wel goede ouders? Ook bij Marjolein en Ronald wordt getwijfeld over hun opvoeding. De Raad voor de Kinderbescherming dreigt met ondertoezichtstelling. Het gezin is op hun beurt uit wanhoop naar België verhuisd in de hoop dat de hulp daar beter is. Maar ze krijgen meteen een controlerend bezoek van de lokale politie. Dit is schoonmaak, nog de ene staat in de kamer. In de kamer. En de andere slaapt hier beneden. En de slaapt waarschijnlijk nog. Hoe wil jij wat voor de naam noteren? Ja, gaat de gang. Dan hebben we alles. Ja, we kunnen slapen. Goed. Ja, dankjewel. Okay. En een goede dag. Ja, dankjewel. Jongens. Ik had gehoopt. Oprecht gehoopt. Niet verwacht met deze mensen. Ik had het oprecht gehoopt. Dat we een soort van rustige vakantie konden hebben. Ja. Maar. Het wordt ons niet gekregen. Is er echt niks wat we tegen kunnen doen? Kan mama hard knuffelen. Ermee steunen door het tot zijn ogen. Waarom wil je dit bekijken? Nou, ik vraag me wel eens af, wat nou als we mensen soms even met rust laten? Want je kan ook de wisselwerking krijgen dat mensen in een nauw komen en kat in nauw maken soms rare sprongen. En dan kan je wel een soort van, als hulpverlener dan denken van, oh hier, zie, ik word bevestigd in mijn zorg. Want ze onttrekken zich of ze... dus een beetje lastig om op dit casusniveau zeg maar, daar iets over te zeggen. Maar het is wel een dynamiek die ik herken. Dat we als hulpverlening wel soms verkokend bezig kunnen gaan. En vinden dat mensen moeten meewerken. En vinden dat we iets met onze zorgen die wij daarover hebben moeten kunnen doen. Terwijl dat echt best belastend kan zijn. Ik denk dat we echt te vaak wel... misschien niet zozeer de problemen verkeerd inschatten. Maar hoe gaan we daar dan mee om? En als je dan niet vanuit die verbinding contact hebt met mensen, dan hebben wij een systeem wat richting macht gaat. Richting onderzoek, richting onder toezichtstelling. En de vraag is, nu durf ik wat op te stellen, hoe goed werkt dat systeem? Heeft Jan-Pieter hier een punt? Ik vraag me steeds meer af of ons zorgsysteem wel toereikend is. De gezinnen, de probleemgezinnen. Op welke manier hebben zij nu last van het huidige systeem? Het duurt ongelooflijk lang voordat er door wordt gepakt. Het duurt, geloof ik, 8 tot 12 weken voordat een gezin met hulpverlening hulp krijgt. Voordat je binnen een gemiddeld jeugdteam gezien en behandeld bent. En dan pas moet de hulpverlening starten. Ja, als je een kind hebt wat aan het begin van het schooljaar een beetje begint te ontsporen en 12 weken verder gaat de hulpverlening pas beginnen, dan moet je daarom nog beginnen. Dan zit je op week 14, 15, 16. Dan pas start de hulp. Ja, dan is dat probleem zo groot geworden.
Wat er nu gebeurt is dat het een puinhoop wordt en dan moet zo'n kind ineens uit huis. Ja, daar gaat een ouder meestal niet echt heel erg lekker op. Volgens Jan Meijnert kunnen sommige uithuisplaatsingen dus misschien voorkomen worden als er sneller en adequater hulp kan worden geboden. Ik ben benieuwd hoe Jan Pieter daarover denkt. Het is zo fundamenteel dat die kinderen gewoon bij hen horen. Dat moet ons uitgangspunt zijn in de wet in ons werken vanuit jeugdzorg. Zo fundamenteel. Maar we gaan zo snel voor daar en voorbij en oordelen of het kind daar wel goed genoeg is. Dat bedenken we vanuit ons eigen kader, vaak ons eigen witte kader, dat we kijken naar gezinnen. Dat is, terwijl voor mij een grondbeginsel is, dat kind heeft daar een bloedlijn. Die hoort daar, zo diep. Ongeacht soms de problemen die er zijn. Je bent boos. Ja, kunnen we dat verdragen, zeg maar. Dat raakt mij, omdat ik merk dat we daar zo makkelijk aan voorbij kunnen gaan. Met onze meningen en onze soort van bijna hypocriete mening over wat goed is. Ik voel me wel eens hypocriet als ik merk van, ik oordeel dit. Ik zeg van, ja, maar in hoeverre ben ik nou beter thuis? Ben ik echt beter als vader? Ik heb misschien meer geluk met alle kansen die ik heb. Met een stabiel huwelijk, met een goed huwelijk. Snap je? Kunnen die mensen er soms wat aan doen dat die hele context anders is? Dus hoe kunnen we echt onze grondhouding, onze waarden, zeg maar, daar meer op aanpassen op het punt van, dit zijn kinderen die daar gewoon horen. Gaan we alles op alles zetten om dat zo te houden? En er zullen altijd situaties zijn waarop dat niet kan. We hebben kinderen uit de kooien gehaald. We hebben kinderen voor de webcam vandaan gehaald. We hebben kinderen echt ernstig misbruik uit huis gehaald. Die hou je. Maar er zijn zo'n grote groep kinderen waarvan we zeggen, die kunnen niet veilig thuis zijn, waar ik echt aan durf te twijfelen.